Want daar zie je een rood lampje branden. Oké, okay, dus dan nemen we op. Ja. En dan doe ik dit. Oh ja, aantekeningen. Ja, die heb ik ook. Je hebt ze ook digitaal? Ja, tuurlijk. Kijk. Ik kan niet meer schrijven. Nee. Heb je daar ook zo last van? Nou, ik heb er geen last van. Ik hoef het bijna nooit. Ik wel, want ik moet af en toe... Of moet. Dan wil ik iets schetsen voor iemand en dan werkt het. Ja, schetsen. Weet je wel, dan wil je er woorden bij je zetten. Hebt ook... Ik heb laatst een pennetje gewonnen waarmee je gewoon op je iPad of je touchapparaat kunt schetsen. Oh, oké. Okay. Dat is ook super handig, want dan kan je namelijk... Bijvoorbeeld interfaces direct op het apparaatje schetsen. Met een speciaal programma erbij? Ah, dat kan met elk tekenprogramma. Okay. Dus hij, dat pennetje emuleert een vinger. Oh ja. Oh, ja. Interessant. Ja, hè? Hey jongens, Wasstraat 29. De auto is weer vies. Het is net iets te lang geleden. Het is echt lang geleden, hè? Nou, is maar, de laatste nou die de... was dat waarbij we feedback kregen? Dit was de nee, waar we het live hebben gedaan. Ja. Die we live hebben laten zien, inderdaad. Ja, precies. Ja. 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 Dat is de laatste Wasstraat. Dat was 28. Jezus. En dit is 29. Het is inmiddels 2 juni. Juni. En dus we gaan weer onderweg. Het is prachtig weer. Ja. Het is wel koud weer. Net als de vorige keer trouwens. Was het ook 15 graden. Oké. Ja, want dat was bevrijdingsdag. Dat is echt lang geleden. Bijna een maand geleden. Ja. Ik vond het wel een hele leuke Wasstraat. En ook heel erg gaaf dat we, dat we die sneak preview hebben gedaan. Ja, ik ook. Leuke dingen zijn leuk. Ja, zeker als ze tof zijn ook erbij. Gisteren was ik met Kiki ging naar de Hortus. Ja. Wij gingen vriend worden van de Hortus. Dat vond Kiki ook zo leuk. Kan je vriend worden van de Hortus? Ja.